nu is dus mijn opvatting dat je je dus af moet vragen in die branche. Ja, voor wie ben ik er nu wel en voor wie ben ik er niet? En dat betekent dat je eigenlijk, wil je minder concurrentie en wil je dus betere prijzen vragen, dan betekent dat je het lef moet hebben om te kiezen. En ik noem dat kiezen om gekozen te worden. En je moet een groot verschil maken tussen wat is je etalage en wat is je winkel. En als je alles uit je winkel in je etalage zet, dat ziet er niet uit. En begin nou eens met je beperkingen op te leggen in wat je naar buiten roept. En naar buiten roepen is in je folder, op je website, op netwerkbijeenkomsten. Wat doe je allemaal, hè? En waar ben je gewoon goed in? Want hoe komt u aan klanten? Eén is, een hele belangrijke blijft, is en blijft mond-tot-mond reclame. En ik zal u zeggen, als u te uitgebreid aangeeft wat u allemaal kunt, waar u goed in bent, ja, gaat dat gewoon niet werken. Want mensen weten gewoon niet wat ze over u moeten zeggen. Ja? En twee, belangrijk is dat mensen met u in zee willen, omdat ze vertrouwen in u hebben. En naarmate je meer aangeeft wat je allemaal kunt en waar je goed in bent, wordt de kans steeds kleiner dat mensen A, je vinden en B, dat ze gewoon geloof hebben in het feit dat jij dat allemaal kunt.